Jeetje, ik ben mijn slimme hoofd. Misschien moet je gewoon mijn haar. Ik had me echt voorbereid op een of ander middeleeuws survival plan. Zo, hallo. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is ook gelijk een nieuwe maand, want het is 1 mei. Ik moest vandaag voor een half uurtje naar school. En alsnog ben ik echt super moe. Misschien ligt het eraan dat ik vorige week een jaartje ouder ben geworden. Maar in ieder geval is het nu lekker tijd voor Sims 4. Dan ga ik avondeten. En dan ga ik vanavond Riverdale kijken. En Girlboss. En yes, zin in. Morgen ben ik overigens vrij van school. Maar dan heb ik 4 uur lang geen stroom thuis. Maar ik moet wel video's opnemen. En het is precies van tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags morgen. Dus het is ook een beetje lastig met douchen. Want er is geen warm water. En I don't know allemaal. Maar nu ga ik lekker als een nerd Sims spelen. En ik heb een uitbreiding gekocht. Namelijk zo'n uitbreiding dat je nu een carrière in social media kan beginnen. Typisch, typisch. Oké, tot zo. Cleaner hoogstandje hoor. Serieus, altijd als mijn bed 1 of 2 dagen verschoond is, gooi ik er wat overheen. Zie hier mijn fitty. Anyway, story of my life, maar het ergste is alweer opgeruimd. Ik heb dus net mijn fitty gepakt. Daar hou ik me nog steeds aan. Ook al ligt de helft er nu naast. Maar ik vind het echt ontzettend lekker. En ik heb ook echt het idee dat het werkt. En ik heb in de vakantie echt misdragen qua eten en alles. Dus ik ben er een beetje gezonder aan het doen. En ik wilde heel graag een gezond toetje of yoghurtje of iets. Maar ik vind het heel erg vies als er ergens stukjes in zitten. Dus kwark met aardbeien of zo zitten vaak van die halve aardbeien in. En dat vind ik echt niet lekker. Dus ik kocht op de gok Skeer. Ja, echt. Die met cranberry en frambozen, zoals je kan zien. En ik vind het echt hartstikke lekker. En er zit wel iets van stukjes in. Wacht, ik kan het wel laten zien. Niet de mooiste close-up die je gaat zien in je leven. Maar het zijn echt hele kleine stukjes. En het valt echt heel erg te overzien. En je merkt het eigenlijk niet eens echt. Dus dat ga ik nu lekker nemen. En ik ga denk ik een beetje video's bewerken. En misschien nog een beetje simsen. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik had me echt voorbereid op een of ander middeleeuws survival plan. Maar het is nu 10 voor 11. En de stroom is alweer terug. Ik had helemaal al een volle waterkoker gekookt. En een plan gemaakt met wat ik kan doen zonder stroom. Maar alles is alweer back to normal. Dus ik ga even ontbijten. Inmiddels is het 2 uur geweest. En ik ga straks nog even mijn kamer stofzuigen en een beetje opruimen. En ik moet filmen. Ik weet ook niet wat wilde ik zeggen. Oh ja, ik ben klaar met Girlboss. Ik ben bij met Riverdale. The 100 ben ik bij. Ik weet niet wat voor serie ik nu weer moet gaan kijken. En ik ga eindelijk weer... Nou, nee, ik ga niet verklappen wat voor video ik op ga nemen. Dat zien jullie aankomende vrijdag wel. Maar ik heb het al heel lang niet gedaan in ieder geval. Even een Happy Socks foto maken voor op Instagram. Oké, ja, ik weet dat ik gisteren thee over mij de bed heen gooide. Maar voor de foto is het denk ik wel mooi. Mama wil een nieuw kapseltje. Dus ik ben op Pinterest aan het zoeken. Misschien moet je gewoon mijn haar. Ja, misschien. Maar ik wil niet. Nee, maar lang haar is vreemd. Ja, langer. Ik zie je langer vormen. Maar hoe langer? Ik ben even aan het Pinteresten. Oh, die 2 is gevallen. Ja, ik zag het al. Oké, ik heb de Scarlet. Heb ik nog openstaan. Maar die hebben we al gezien. Ja, en dit is misschien een beetje. Ja, dat is ook leuk. Dat is een beetje de lengte die je had. Alleen jij had het dan een beetje anders. Misschien. Ga je dan fluisteren, zodat ze je niet horen. Er zijn absoluut ergere werkplekken dan dit. Inmiddels is het woensdag en ik heb 5 uurtjes geslapen en ik heb vette haast. En ik moet nu mijn brood gaan maken, want ik ga straks naar school. Daarna ga ik naar de kermis en poffertjes eten. Maar ik moet dus mijn ontbijt overslaan en me heel snel omkleden en dan heel snel naar bed toe. Oké, mijn choker is van Chico Chico. Mijn trui is van een van de 100 Aziatische webshops die ze verkoopt. Deze van Topshop komt binnenkort op mijn shopblog. En super trash laarsjes. Die heb ik al heel lang niet aangehad. Op mijn pols heb ik nog mijn Mockbird horloge. En ja, het was zo vroeg en donker dat ik mijn make-up met mijn softballklamp heb moeten doen. Ik ben weer met Barbara. En wat er dan gebeurt is dat je ineens op een kermis bent. En we hebben gratis kaartjes.
we gaan in heel veel attracties. Dit heb ik vanmorgen al verteld, maar dat maakt niet uit. We worden nat. Het is kwart over zeven. Ik ben weer thuis. Ik heb net avondeten gemaakt. A.k.a. stokbrood uit de oven met kruidenboter. Ik had poffertjes gegeten op de kermis. Ik zit vet vol. En ik had een gemist FaceTime gesprek van Sabrina. Dus die gaan we even bellen. Ik sliep net. Dus ik had die van Sabrina niet opgenomen. Oh, ze is sowieso Nintendo Switch aan het spelen. Next day, waar ik wakker werd met een ziek zere keel. Ik heb even een to-do-lijstje gemaakt voor vandaag. Ik moet veel doen voor school en ook een beetje werken. Ik heb hier een pink lady opgesneden en in een skeer gedaan. En ik heb hier een kopje thee gezet. En hieronderop heb ik hier verstopt een schijf citroen. Want er is keelpijn en oorpijn en neuspijn. Moet even heel snel weggaan. Deze is vandaag echt gloeiend rood geworden. Love it. Sorry voor deze fantastische look of the day. Maar ja, en daar is die trui weer. En daar gaat je girl weer thee met honing pakken. Maar ik heb net iets veranderd aan mijn YouTube kanaal. En ik ben wel benieuwd of dat jullie inmiddels al is opgevallen. Deze vlog komt natuurlijk daarna online. Maar ik ben er heel erg blij mee. Dankjewel. Woe, perspakketje. Nou, de deur wel ging. Ik verwachtte geen pakketje. Is van een PR-bureau. En ik moet er even een schaar bij pakken, want hij zit vast met tape. Wat gaat dit zijn? Oeh, de Body Shop. Smart girls, fake it. Sun Kissed Glow. Bronzing Body BB Cream. Ik denk dat dit gewoon zelfbruiner is. Of is het echt letterlijk make-up voor een dagje? Oké, het is in ieder geval een nieuw product. Ik ken het ook nog niet. Het zal beschikbaar zijn vanaf 30 mei in de winkels. Maar ik weet nou niet of het zeg maar voor één dag is. Oh, wash off staat erop. Dus het is wel voor tijdelijk. Oké, nou ik ben benieuwd. Jeetje, ik met mijn slimme hoofd had een paar kleine inkvlekken op mijn bed. Dus ik naar omaweetraad.nl. Zegt ze, spuit er haarlijk op. Veegt af. Veegt alleen maar uit. Nee! Het zit zelfs op mijn matrastopper. Echt great. A few minutes later. Oh nee! Ik wilde net zeggen, ik ben bij Joyce. En zoals jullie weten ben ik niet zo fit. En ze is op de PlayStation. En ze was net, oh nu nog steeds, tegen Ursula van Ariel aan het vechten. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Dit is zo'n raar spel. Zie hier hoe culinair de shawarma in een ovenschaal wordt gestopt. En dan zetten we het straks in de oven. En dan gaan we op een roadtrip. Om Joyce, their boyfriend op te halen. Zo noem je het nooit meer. Nee, die tijd is geweest. Schudde buikjes nam ik vroeger echt altijd op mijn brood. Net als kokosbrood of zo. Maar dat vind ik nu echt super vies. Wat nam jij vroeger altijd op je brood mee? Oké, hier gaan we even wat aan doen, jongens. Oké, dit is iets beter, maar ik wil echt drastisch weer naar de kapper toe. Ik had trouwens geen schoon shirt meer, dus ik heb een trui van Patrick aan. En ik dacht, als ik hem nou in mijn broek doe en die mouwen oprol, dan is het misschien nog een beetje vrouwelijk. Een beetje. I don't know. Wie herkent deze nog? Het is een hele oude shoplog. Kijk, Patrick en ik hebben gisteren een nachtkastje in elkaar gezet. En die heb ik toen gegeven voor Valentijn. En die met kerst of zo. Dus nu gaan we eventjes het bed verschonen. Zo'n zondag is het dus. En trouwens, super belangrijk, moeten jullie natuurlijk allemaal naar weekend komen. 3 juni in de tempel in Hierugewaard. Het is een 18-min feest. Ik ben er ook. En ik zal nu verklappen wat ik daar ga doen. Wat ga ik doen bij weekend? Nou, Patrick die organiseert het met een heleboel vrienden. En ik ga
backstage allemaal dingen vastleggen. Dus met de artiesten die komen. Boef en Dave Roelvink en Jascha Rutsch en... Freddy Moreira. Freddy Moreira. Ga ik kijken of ik daar filmpjes mee op kan nemen en dat soort dingen. Dus dat is echt super tof. En als jij je kaartje nog niet hebt, zet ik de link naar waar je een kaartje kan kopen in de beschrijving. Heel met snel. Een kortingscode van mij. Dan krijg je ook nog een korting. Dus dat is echt super leuk. En nu gaan we bed verschonen. Lekker wasjes draaien. Twinning is winning. Echt gezellig, zo op een zondag alleen gewoon. Geweest. Ik heb wel happy socks aan. Love it. We gaan even een rondje lopen. Ga je gezellig met ons mee? Oké. Okay. Oké, aangezien alles wat ik aan heb van Patrick is, ga ik ook zijn zonnebril opdoen. Ik weet niet of dit mij staat. Met de fietstaxi naar het station. En dan is het weer tijd om naar huis te gaan. Oh my god. Oké, waar deze setting vandaan komt weet ik ook niet precies. Maar ik heb nog weer iets, een pakketje met kleding thuis op me te wachten. En ik bewaar het wel voor een shoplog. Maar hey, sneak peeks in de vlog zijn natuurlijk ook hartstikke leuk. Oké, normaal ruiken pakketjes uit Azië een beetje naar jute zak. Maar nu ruikt het heel erg naar mint. Kijk, dat is al een stuk beter. Twee kledingstukken dus. En dat gaan jullie binnenkort weer zien in een shoplog. Want dat heb ik al heel lang niet opgenomen. Het is nu zondagavond. Ik ga nog even twee dingetjes printen die ik morgen mee naar school moet. En dan zien jullie morgen tot en met vrijdag in de volgende week vlog. Dus ik hoop dat jullie het weer heel erg leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super leuk vinden als je dat wel doet. En hopelijk zie ik je snel bij een volgende video. Doei doei!